Allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik bezig met handletteren en bullet journal. Dit is de eerste keer dat ik ga handletteren, dus ik zoek eerst een lettertype uit wat ik kan namaken, want ik heb geen idee hoe ik het moet doen. Ik begin dus eerst met 3 lijnen te maken, zodat ik een soort van richtlijn heb om de letters te schrijven. Als je ziet ben ik eerst met potlood aan het tekenen, want ik ben veel te bang dat het met de stift gelijk fout gaat. Ik teken er dus met stift overheen en daarna gom ik de lijntjes van de potlood weg. En op deze manier heb ik eigenlijk best wel mijn eigen soort van letterstijl ontdekt. Dat zie je later in de video wel. En toen wou ik eigenlijk wel beginnen met de bullet journal, zoals je ziet. Ik begin eerst met een soort van jaarplanner te maken door alle maanden op te schrijven en dan zeg maar de cijfers van de maanden erbij. Ook dit heb ik eerst met potlood gedaan en daarna met stift, want ik vind het altijd heel jammer als ik een foutje maak en ik het niet kan verbeteren. En toen wou ik eigenlijk wel een mood tracker maken, want dat zie ik bij al die andere YouTubers. En ik dacht van, dat is wel iets voor mij, aangezien ik echt van die mood swings heb en elke dag een andere mood heb. En misschien is het leuk om bij te houden. Ik begin dus vanaf februari, omdat het dus februari is. En tot dan daar ga ik tot januari, maar ik schrijf dus verschillende moods op die ik wel eens heb. Zoals je ziet hou ik me ook eigenlijk helemaal niet meer aan het handletteren, maar doe ik gewoon zelf iets random. Hier op deze bladzijde heb ik soort van YouTube ideeën gemaakt, want het is altijd handig om ideeën bij de hand te hebben, want ik weet nooit wat ik moet filmen. Maar als ik hier een paar ideeën opschrijf, dan weet ik vaker en sneller wat ik wil filmen. En hieronder maak ik een subscriber count om de abonnees van me bij te houden. En dit was dan alweer de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Doe vooral een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. En dan tot de volgende keer. Doei doei!